iedereen en welkom terug bij een andere Redstone tutorial. Vandaag heb ik voor jullie een hele ingewikkelde tutorial van een automatische chicken farm. En ik heb lang beloofd dat ik deze tutorial zou maken en hier is hij dan eindelijk. Dit is het hele resultaat en alle redstone erachter. Je kan zien het is best wel compact voor alles wat ik kan. En dit ding is nog een beetje extra zodat het ook in je chest komt. En het is niet precies hetzelfde als wat ik in mijn Eldaria Survival heb. Maar dat in Eldaria Survival is wel insgelijk. Dus het lijkt er wel heel erg op. Maar deze is nog compacter, nog sneller. En gewoon optimized in bijna alle manieren. Dus hoe het werkt is, hier zitten normaal kippen. En die poepen eieren uit. En dat gaat zo via deze hoppers in deze dispenser. En met dit mechanisme spuugt de dispenser alle items die hij binnenkrijgt uit. En dat zijn in dit geval eieren, dus dan komen er hier kleine kippen. En omdat hier een half slab is, worden de kleine kippen niet gehit door de lava. Dus die blijven altijd leven en die geven sowieso geen items. Dus dat is alleen maar handig. En de grote kippen die zijn iets hoger en die worden wel verbrand. En wat er gebeurt is, die items die gaan door de half slab in deze hopper, in deze dispenser. En met dit mechanisme retract deze piston. De dispenser schiet alle items in deze holte die er dan is. En dan als de dispenser leeg is, extend de piston. Boom, dit gaat allemaal omhoog door een waterstroompje in de chest. Dus we gaan het nog één keer doen. En het gebeurt natuurlijk allemaal zo snel dat je het niet eens kan zien. Dus je klikt. En boom, alle items gaan hierin. Die gaan hier. Je kan zien piston retract. Schiet alle items in deze holte die hier nu is. Piston extend. Items die... ze zijn zelf voorbij. Ze zitten hier al in. Oh kijk, ze zitten er al in. Boom. Dus super snel. En als je een hele grote lading hebt, je klikt. Je gaat ondertussen wat anders doen totdat dit ding helemaal klaar is. En dan schiet dit automatisch in de chest. Dus de items die spawnen niet. Dus we gaan beginnen met het bouwen. Dus je begint met, boom, één dispenser. En je moet een beetje van de grond zijn. Want je kan zien de beeld gaat nog een stuk omlaag. Dus je begint met een dispenser. En dan begin je met zo hoppers. Zo, deze moet in die richten. En dan begin je met de redstone. Comparator hier. Blok, torch. Blok met redstone dust. Deze redstone dust moet op dit blok. Hier een redstone torch. En dan bouwen we dit zo. En zo, dit gaat hier op. En dan bouwen we zo. Zo, en hier hebben we het eerste af. Dus wat dit doet is, als er een item, zoals een saddle, erin gaat, boom, dispensium. Dus dat wordt in dit geval dus eieren met kippen. Dus, zo, ik bouw dit eromheen. Hier leg je water in. En we doen hier water in omdat ze zeggen, als kippen meer bewegen, dat ze meer eieren leggen. Het is niet bewezen, alleen... Het wordt geregistreerd als beweging als ze een beetje zitten te springen in het water. Dus we doen het gewoon voor de zekerheid, maakt niet uit. Dus nu heb je dit. En dan zet je tegenover deze dispenser. Zet je nog een dispenser die daarheen wijst. En gaan we zo naar beneden. Met blokken. Zo, en hier ook eentje omhoog. Dus nu pakken we onze slab. En die zetten we hier. Oké. En hier ook een blok. Dus hier gaan dus alle kippen zitten. En dan zet je hier een blok. En daaronder een lever die aanstaat. Redstone dust. En een button. Dus die button zit hier nu op. En daarin zet je lava bucket. En dit is wat alle kippen laat verbranden. En je kan zien, hij spuugt het uit en heel snel neemt hij het weer terug in, zodat de items van de kippen niet verbranden. Dus nu zijn we al heel ver. Dit is eigenlijk, zeg maar, de minder uitgebreide versie. Dus nu liggen alle items daar. Je kan in deze hoek gaan staan. Poep! En dan pak je de items. Dus als je een hele simpele wil, deze kan je gebruiken. Als je super advanced en fancy wil, blijf vooral kijken. Dus daar gaan we nu mee verder. Je plaatst hier een
een dispenser, hier een hopper. Wat je doet is je gaat naast deze dispenser plaats je weer een comparator met een inverter. Gaan we omlaag. Zo. Plaats je dit. Redstone torch. Zo. Hier bouwen we weer een redstone clock. Zo. Dit. Oké. Dit moet een repeater zijn. Anders gaat het zo. En dan powert het de dispenser niet. Dus zo. Oké. Dus wat er nu gebeurt is dat deze schiet ook alle items uit die hij binnenkrijgt. En nu komt er een heel speciaal ding. Even kijken. Zo. Hier plaats je een blok. Dus wat hier gebeurt is deze dispenser dispenst alle items nu in een holte. En dan moeten deze blokken. Dus zorg dat hier een holte is. Daar dispens je alle items in. Als ze allemaal gedispensed zijn, dan extend deze piston. Dus je plaatst hier redstone dust. Hier een repeater. Zo, boom. Dus je kan zien, nu is hij geëxtend. En als ik iets in deze dispenser doe, dan begint hij te schieten. Dispenser retract. En als ik even een groot deel hiervan terugpak, zo. Dan kan je zien dat hij alles omhoog duwt en dan liggen alle items hier. Oké. Dus nu zijn we zeg maar bijna klaar. Nu kan je nog alle items met een hopper. En dan boom een chest. Zo. Dit plaats je hier. Water. Zo. Dus even om te laten zien dat hij alle items terugschiet. Even kijken. We zijn helemaal klaar, ja? Even kijken of hij alle items terugschiet. Dus we doen er... Even kijken. Wat kan stacken? Wat voor rail is dit? Activator rail. Oeps. Dat was er één. Ik gooide er één in. Oké, we krijgen er één terug. Surprise! Oké, we doen... Het waren er 10. En krijgen we er 10? 10! Boom! Dus hij geeft 10 van de 10 items terug. En dat is natuurlijk precies wat je wil. Time, set, boom. Dus dat was eigenlijk alles wat bij deze chicken farm hoorde. Hij is super compact, hij is snel. Hij is op zich redelijk makkelijk te bouwen. En alles zat in je chest. Dus eigenlijk hoef je zelf bijna helemaal niks meer te doen. Alleen, boom, één keer op een knopje drukken en klaar. Je kan dit allemaal van hout bouwen. Dat heb ik ook in Eldaria Survival. De lava, die dispenst te kort om iets in de fik te zetten. Dus ja, dat was eigenlijk alles voor deze redstone tutorial. Hopelijk kunnen jullie dit gebruiken in jullie survival. En ja, hopelijk vonden jullie het leuk. Like, comment en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!